Voor de lange termijn denk ik dat de S&P en de AEX omlaag gaan. Ik verwacht zelf een correctie. We zitten, als je technisch kijkt, hebben we eigenlijk een bepaalde trendbreuk hebben we. En wat dat betreft ben ik zelf heel voorzichtig over de markt. Ik denk dat de markt redelijk overpriced op dit moment is. Dus wat dat betreft blijf ik zeggen, neem bescherming onder je portefeuille. Zodat je dan, mocht het wel omhoog gaan, is prima, maar dat je dan in ieder geval een poetje onder je portefeuille hebt. Dus ik ben zelf wat voorzichtig en eigenlijk zelfs negatief voor wat langere termijn. Ik denk zelf aan een wat grotere correctie. En toch echt, hebben we nu een correctie van 1% of 6% gehad eigenlijk. Ik denk dat er nog zeker wel 1% of 10, 12% bij kan komen. Zodat je een correctie van 20% in totaal hebt eigenlijk. Dus echt een forse correctie in totaal. En echt de crashes is misschien overdreven om dat te verwachten. Maar uiteindelijk is de markt gewoon wel redelijk overpriced. En denk ik dat het gezonder zou zijn als de markt even wat verder terugvalt. Wat ik zelf heel interessant vind op dit moment is de situatie tussen de small caps en de grote aandelen. De small en de big caps, om het dan maar zo te zeggen. Ik heb daarom even de grafiek meegenomen van de Russell 2000 en de S&P 500. Het leuke is dat je dus ziet dat die eigenlijk heel mooi één op één met elkaar bewegen continu. En je ziet dan nu dat eigenlijk de S&P 500 veel duurder is dan de Russell. Je ziet dus dat de grote aandelen nu eigenlijk duur zijn ten opzichte van de kleinere aandelen eigenlijk. En ik denk dat dit verhaal, dat je kan je dat ook bijna één op één doorzetten naar de rest van de wereld. En wat dat betreft zou je, als je een spreadhandelaar bent, dus kunnen zeggen ik ga short in de S&P 500 en ik ga long de Russell. Ik denk zeker dat eenzelfde soort beweging in de Amsterdamse beurs zichtbaar is. Hoewel daar wel in de small en midcap nog een paar speciale zaken aan de hand zijn. En waardoor een aantal midcaps met heel slecht nieuws naar buiten gekomen zijn. Met fraudes en andere zaken. En dat verstoort het beeld voor de korte termijn wel.